Rogier, we gaan naar... Rogier weet op dit moment nog niets. Dan gaan we even naar de studio. Allereerst naar Menno Veest, professioneel reacteurvereter. Menno, jij was de allereerste die reageerde, hè? Kijk, hoe gaat dat? Je hoort iets en je hebt meteen een mening. Ja, maar zo snel. Ik bedoel, jij was nog eerder dan dat zij hem opeiste, toch? Ja, sneller dan Geert. Kijk, hoe gaat dat? Ik hou van een zuivere mening. Hè? Mm-hmm. Als je daarna komt, wordt het effectbejag en dat... Nee. Daar houdt u niet van. En naast u, Beate Zwagerman, terrorisme-deskundige. Ja, daar ben ik weer, ja. Oké. Okay. Ja, zet die webcam maar aan. Daar is ze weer, Beate Zwagerman. Ja, u bent emotioneel. Nou, dat heeft u heel goed opgemerkt. Nou, ik zag het ook. Ja, ik ben emotioneel inderdaad. Ja, Menno. Want bij elke ramp denken mensen de hele tijd... Ah, daar hebben we haar weer met een rampenkop. Zij komt weer dingen duiden. Nou, rampenkop. Ja, rampenkop. Don't play it soft on me. Nee, daar heeft ze wel een punt. Want als er een ramp is gebeurd, dan zie je haar. En de volgende keer als je haar ziet, dan denk je... Oh, er is een ramp gebeurd. Ik word alleen nog maar geassocieerd met ellendige zaken en rampspoed. Dat is het Pavlov-effect, hè? Sowieso een van mijn lievelingseffecten. Ja! We gaan eventjes naar Rogier. We hebben verbinding met Rogier. En die weet op dit moment nog niets. Mooi. Menno, hoe ziet zo'n dag van u er eigenlijk uit? Ah, ja. Nou, die begint meestal 's avonds al. Dan zet ik een paar hele pittige commentaren klaar in de computer. En waar gaan die dan over? Dat weet ik niet. Dat weet ik pas de volgende ochtend. Dan zoek ik er een gebeurtenis bij. Als ik op een feestje kom, dan slaat gelijk de stemming om. Kijk, hoe gaat dat? Hoe sneller en bouder de mening, hoe kleiner de kans op nuance. Hè? Ja, nuance, dat is de dood met E-A-U. Nee, als je het eenmaal hebt opgeschreven, nooit meer aan veranderen. Pat, boem, klaar. Dat slijt natuurlijk wel. Maar als het te veel op elkaar volgende aanslagen, dan krijgen mensen het niet meer van hun netvlies meer om kop. Ja, kijk, hoe gaat dat? Ik heb hier een dagtaak aan. Dus ik ben werkloos. Ja, heel goed om het allemaal eens eventjes van de andere kant te horen. Wij gaan nu daadwerkelijk naar Rogier. We hebben geen verbinding met Rogier. Dan is het tijd voor een stukje troost hier in de studio. Shanti! They fall in leer. Drift by my window. Ja! Sorry, Rogier! Geen verbinding met Rogier. Dan gaan we heel snel naar de wedstrijd. Cambuur tegen... Het is heel erg belangrijk om de draad van het gewone leven weer op te pakken. Dat zeg ik, de Graafschap. Filemon!